Welkom bij Studenten TV. Stel, je bent zwanger en je besluit het kind te houden. Wat zijn dan je opties als het aankomt op kinderopvang wanneer je zelf moet werken of studeren? Op die vraag proberen wij vandaag wat antwoord te geven. Wij spraken met 5 verschillende vrouwen over de verschillende opties van kinderopvang en de voor- en nadelen daarvan. Er zijn natuurlijk verschillende opties mogelijk. Gastouder, of inderdaad het kinderdagverblijf zelf en uiteraard oma. Veel mensen besteden altijd veel aandacht aan de school waar een kind naartoe gaat vanaf 4 jaar. Het is heel belangrijk waar je op zit. Maar eigenlijk is het naar mijn idee veel belangrijker om aandacht te besteden aan het kinderdagverblijf waar je kind op zit. Want de eerste 4 jaar brengt je kind daardoor een heel groot gedeelte van zijn leven, waarin de basis voor heel veel dingen wordt gelegd. Een kind leert spelen met andere kinderen en leert functioneren in een groep. Een kinderdagverblijf is in mijn ogen een tweede thuis eigenlijk voor een kind. Ik merk wel dat een crashdag best wel intensieve dagen zijn. Ja. Ik sta er heel erg achter, want ik vind het juist wel goed dat de kinderen ook hun eigen ritme krijgen, ook buiten de ouders om. Dat ze ook heel duidelijk een taak hebben. Vriendjes en vriendinnetjes al op jonge leeftijd krijgen. En ook voor hun sociale ontwikkeling vind ik dat heel belangrijk. Ja. Ik voorstel dat het echt heel erg goed is. Met name natuurlijk flexibiliteit in tijden van halen en brengen. Maar ook in dat er altijd iemand is om je kinderen op te vangen ten opzichte van thuisopvang. Dat gaat om een stukje veiligheid voor je kind. Thuis heel erg persoonlijk en heel goed de betrokkenheid van de ouders erbij. Ook de participatie met activiteiten en in het bestuur. De hygiëne waren ze heel streng en dat vind ik heel belangrijk. Ja. De kinderen lopen natuurlijk toch links en rechts echt wel wat van elkaar op. Maar vooral ook heel veel plezier, dus buitenruimte vond ik zelf belangrijk daarbij. En te weten of er voldoende continuïteit zit in de opvang. Ja. Dus dat je met dezelfde leidsters te maken hebt. De gastouder is bij ons uiteindelijk niet geworden. Terwijl we er wel een hele prettige ontvangst hadden. En gewoon nog een jonge meid, zelf ook kinderen, maar niet te druk. Ja. Zij zei uiteindelijk, omdat mijn kinderen nog geen 4 zijn, ga ik de hele maand februari op vakantie. En dat was dat is dan de flexibiliteit is beperkt. De toegevoegde waarde van de gastouder vind ik dat het heel veel rust geeft, zowel voor ons als ouders als voor de kinderen. Ja. Ze komt bij ons aan huis, waardoor er aan alle kanten rust is. Ik heb er gewoon voor gekozen om de eerste 6 maanden de kleine mee te nemen naar mijn werk. Ja. Dus tijdens het werken ligt de kleine letterlijk naast me in een bedje of in een mandje of in een wipstoeltje. Naar me te kijken of lig lekker te slapen naast me terwijl ik bezig ben met voorstellen schrijven, administratieve werkzaamheden, maar ook inderdaad met klantgesprekken. Ja. En als ze wakker worden zeg ik dan tegen klant, ik heb een kleine bij me dus we kunnen gestoord worden.